Clubcircuit is de scene een topper in Nederland en België. Frontman Theo Lau over de weg naar het succes. Iets te lang inderdaad in een soort situatie gezeten waar een hoop bandjes in zitten. Dat je wel weet dat het niet goed is en dat het niet goed gaat. En dat je ook niet weet wat je er precies aan moet doen. En op een gegeven moment kreeg ik door dat je moet echt een paar praktische doelen voor ogen stellen en vasthouden. En dan gaat het wel marcheren op een gegeven moment. Maar het duurde bij mij een beetje lang voordat ik het echt in de gaten had. Je ziet heel veel bands die bijvoorbeeld te veel in het clubcircuit en de problemen die erbij horen zijn gevangen. Waarom bijvoorbeeld de zanger een podium oploopt met de houding van iemand die bij voorbaat denkt dat hij geen applaus gaat krijgen. Daar zijn er echt nog wel wat van hoor. Maar dat moet je wel weten. Ik heb denk ik 10 jaar met die een beetje zo krom in elkaar gezakte houding ben ik podia opgestapt. Dan heb je al verloren. En in de stilte. The storm. Zijn de vrienden bij elkaar. De kat, de hond, het lam, de adelaar. Geen motto, geen vlag, geen uniform. Voor mij is het zo, ik ben, als wat wij doen beperkt blijft op Nederland en België, ik raak niet gefrustreerd of ontevreden erover. Maar ik lig natuurlijk 's nachts wel eens in bed te dromen van zo'n tour echt. Ik kom nog wel vaak in Frankrijk en dan als je elke keer Parijs binnen rijdt bijvoorbeeld, ik zou ook wel eens willen. Spelen hier in het hoeft niet meteen niet Olympia of zo, maar dat niet echt als zo'n geit gewoon in al die voorspelbare cafés en restaurants en marktjes en bezienswaardigheden terechtkomt dat ik er echt wat te doen heb. Maar ja. Op het Midwinterfestival, waar we de scene filmden, trokken ze als een van de weinige groepen een bomvolle zaal.